Lucas van Verees, de tweede partij in je match tegen Ivan Sokolov is remise geworden. Wat is je gevoel nu? Ik denk dat het wel een correcte partij was. Hij had gewoon een correct openingsidee. Dat hij de loper op B6 zette in plaats van A7. En dan krijgt hij wel een slechte pionstructuur, maar hij staat wel actief. Dus toen probeerde ik gewoon... ik moest zelfs een beetje uitkijken. Dus ik probeerde naar remise te gaan al redelijk snel met B5. Is dat dan frustrerend als je met wit probeert er doorheen te komen, maar dat zijn openingsvoorbereiding goed was? Ja, het voelt wel vervelend, want je kan gewoon helemaal niks doen. Tijdens de partij was ik gewoon heel lang aan het nadenken van, hoe creëer ik iets? Maar er was gewoon niks. En uiteindelijk moet je daar dan maar mee akkoord gaan, maar dat is wel jammer natuurlijk. Met wit ga je wel de partij in van, ik wil wat bereiken. Ja. Gisteren ging je eerste partij helaas verloren, terwijl je goed uit de opening kwam. Ja. Speelt dat dan door je hoofd zo'n hele dag nog? Of hoe ga je daarmee om? Ja, het speelt wel die dag, maar ik probeer het wel zo snel mogelijk te vergeten. Want je moet natuurlijk elke partij objectief blijven en gewoon goed de partij ingaan. En niet zo van, ik heb gisteren verloren, dat is niet goed. Gewoon objectief blijven, dat probeerde ik. Ja, Sokolov heeft natuurlijk een grote staat van dienst. Hoe vaak is hij wel in de Nederlands kampioen geweest? Uh-huh. Heb je toch het idee dat hij te pakken is deze week? Ja, zeker wel als je kijkt naar partij van gisteren. Dat hij wel wat zwaktes heeft. Dat hij misschien te agressief speelt of zoiets. Maar hij is natuurlijk gewoon een hele goede speler. Dus daar moet ik gewoon voor uitkijken. Gisteren speelde hij technisch, maakte hij het goed af. Vandaag speelde hij gewoon een perfecte partij. Dus het is niet een makkelijke tegenstander. Oké, dankjewel, succes.